Gezaghebber Edison Reyna en de gedeputeerden lieten zich vandaag op Bonaire vaccineren tegen het coronavirus. Het bestuurscollege wil daarmee het goede voorbeeld geven en iedereen aanmoedigen tot vaccineren. Gedeputeerde Nina den Heijer denkt dat er meer informatie gegeven kan worden om mensen te overtuigen. Maar feit blijft volgens haar wel dat de bevolking over het algemeen afwachtend van aard is. De komende tijd moet blijken of groepsimmuniteit op Bonaire haalbaar is. Den Heijer denkt dat ze hun verwachtingen hierover wel wat moeten bijstellen. De vaccinatie zelf viel de gedeputeerde in ieder geval mee.